gaat maar door, hè? Ja, we rollen rustig door in de stad. En dat is hartstikke goed. Want als je kijkt wat er allemaal gebeurt, dan wordt Leiden heel veel mooier deze dagen, deze jaren. En we gaan door, want vandaag ook besloten dat we ook de Kaardensteeg, dat zullen niet veel mensen weten te liggen, maar dat is achter de Hoogvliet bij de Breestraat, de Korenvaarstraat. Dat we de Hoge Woerd, het stukje tussen de Sint-Jorissteeg en de Korenvaarstraat en de Morsstraat, alle drie die straten gaan we ook aanpakken en gaan we fors verbeteren qua kwaliteit. En wat betekent dat dan concreet? Dat betekent dat we eerst nu de raad gaan vragen om daarmee in te stemmen, om budget ter beschikking te gaan stellen. En tegelijkertijd liggen daar al best gedetailleerde ontwerpen. En dat zien we de laatste tijd ook vaker. En dat komt omdat we zeer uitgebreid met de bewoners in de omgeving, met de ondernemers, de winkeliers, gesproken hebben over wat jullie graag zouden zien. En dat betekent dat we die plekken echt mooi gaan opknappen. Even kort door de bocht, denk Breestraat, denk de nieuwe plannen voor de Haarlemmerstraat. Denk aan de centrumroute waaraan gewerkt wordt. Nou, diezelfde kwaliteit gaan we daar ook realiseren. Het gaat echt over een herinrichting van gevel tot gevel. Alles eruit. Alles eruit en echt mooi terugbrengen wat we op een aantal plekken al gedaan hebben. Vooral bij de Morsstraat, tussen de Poort en de Beestenmarkt zal ik maar zeggen. De Steenstraat, daar was ook nog wel een probleempje op te lossen met de fietsen. Er zijn ook wat proeven mee gedaan de afgelopen periode. Klopt, dat is toch een heel belangrijke aanloopstraat naar ons kernwinkelgebied, de Haarlemmerstraat. En tegelijkertijd zal iedereen het beeld herkennen van toch een rommelige straat. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat we alle objecten daar naar één kant van de straat gaan verplaatsen, zodat daar ook meer ruimte ontstaat. Ik denk straks een heel prettige aanloopwinkelstraat. En objecten zijn dan ook stallingsplekken voor fietsen? Ja. Dus die worden geconcentreerd op een aantal plekken in de straat, allemaal aan één zijde. En ook in een zijstraat en richting de Poort bij Volkenkunde. Daar gaan we wat goede voorzieningen treffen. En dat betekent dat de overige beugels, zoals die dan nu staan, niet terugkeren.